Het gemeenschapscentrum NAX is gisteren 70 jaar geworden. Tijdens deze bigjarenviering is het Eufri Documentatiecentrum voor de Afro-Surinaamse cultuur geopend. NAX-voorzitter Siegemeen Staphorst stond stil bij de oprichting en de groei van het gemeenschapscentrum. In het begin was de focus vooral gericht op de opvang van jeugdigen uit Zorg en Hoop. Ook werden er diverse sportactiviteiten gehouden om jongeren van de straat te houden. Langzaam maar zeker groeide ook de interesse in de Afrikaanse cultuur van Suriname. Er werd advies gevraagd aan het Nationaal Archief onder leiding van Rita Chinfu Harjo Mohamed hoe het documentatiecentrum op te zetten. Dit centrum is vernoemd naar Eugène Drenthe, de oprichter van NAX, en Elfriede Baren, de eerste vrouwelijke voorzitter. Tijdens de opening van het centrum legde Chinfu Harjo Mohamed uit hoe belangrijk het is om het cultureel erfgoed van Suriname vast te leggen. Eigenlijk de eerste groep is hier in Suriname als etnische groep die een documentair centrum zal openen. Andere etnische groepen hebben dat ook wel gedaan, onze Hindoestaanse broeders met name. Het museum van NSHI, Lalaroep Museum. Maar het documentair centrum, zoals u dat van plan bent te doen, dat is volgens mij het enige centrum nog, tot nog toe in Suriname. U heeft ons gevraagd, Nationaal Archief, want ik sta hier als de leidinggevende van het Nationaal Archief, om ondersteuning. En ik kan u verzekeren dat wij staan, dat wij er zijn voor u. U kunt elk moment bij ons binnenstappen en ons vragen om advies. En om te laten zien dat wij niet slechts praten, wil ik u uitnodigen om hier te komen. Want het Nationaal Archief is met een cadeau gekomen voor het documentair centrum. Ja. Gefeliciteerd met 70 jaar NAX en natuurlijk met het documentair centrum van NAX. Alsjeblieft. We kunnen het ook wel openen hoor. Tegenwoordig brengen we geen dozen, maar we leven in een moderne tijd. Moderne tijd. Oh, geweldig. Ja, dit is het digitale archief van Trefosa. Het idee om een documentatiecentrum op te richten komt van de 94-jarige Surinaamse taalkundige pionier Hein Eersel. Dankbaar en vol blijdschap wees hij de aanwezigen erop dat het een plicht is het documentatiecentrum uit te bouwen en te gebruiken. Tevens gaf hij een uiteenzetting over hoe het ontstaan van de Afrikaanse cultuur. Omstreeks 1650 kwamen de eerste Afrikanen in ons land en sinds toen begon de Afro-Surinaamse cultuur. Cultuur is wat we samen maken, denken en doen met allerlei elementen. De Afrikanen gebruikten Afrikaanse elementen, Europese elementen en elementen die ze in Suriname aantroffen. In sommige aspecten meer of minder van de streek van herkomst van die elementen. We hebben dus Afrika, Amerika en Europa. Of beter, West-Afrika, het noordelijk deel van Zuid-Amerika en West-Europa. Of nog enger, maar niet juister, Ghana, Suriname en Nederland. Ik zeg enger, maar niet juister. Hein Eersel, gisteren bij de opening van het documentatiecentrum van NAX. De organisatie vierde gisteren in haar centrum aan de Thompsonstraat haar 70-jarig bestaan. Het centrum heeft geschenken vanuit zowel binnen- als buitenland ontvangen.